Breda Nu. Je weet het meteen. Noelle Kuipers van Breda Barst. Nou, nog even terugblikken op vorig jaar. Was toch een geslaagde editie, denk ik? Het was zeker een geslaagde editie. Het is goed verlopen. Het was een leuk evenement. Voor de organisatie was het ook wel een pittige. Maar we kijken zeker terug op een fijn festival. Ja. In de week voorafgaand aan het festival is er enorm veel regen gevallen. Dus toen wij in het park aankwamen om te starten met de opbouw, zagen we dat we konden daar niet zomaar mee van start. Dus we hebben behoorlijk extra kosten moeten maken omwille van de veiligheid voor onze bezoekers, voor onze vrijwilligers en om park te sparen. En dat heeft een behoorlijke impact gehad. Ja. Ja, het is ook nog eens een gratis toegankelijk festival. Ja. Er kwamen wat minder bezoekers omdat de weersverwachting allemaal niet zo denderend was. Ja, en nu hebben jullie eigenlijk geld nodig om de editie van dit jaar door te kunnen laten gaan. Klopt. We hebben heel veel van onze financiële reserve moeten verbruiken afgelopen jaar. En om een nieuw festival 2018 te organiseren is een startkapitaal nodig. Dus we zijn inderdaad op zoek naar inkomsten. Ja. Hoeveel hebben jullie nodig? We hebben gesteld dat we 50.000 euro nodig hebben om het voorwerk voor het evenement goed te kunnen doen. En dat is in onze ogen een zeer haalbaar bedrag. We zijn gisteren pas van start gegaan, we zitten op 12%, dus we zijn best heel blij. We hebben nog een lange weg te gaan, maar het gaat echt, we zijn blij verrast met de hoeveelheid hulp die we al gekregen hebben. Ja. Nou, bedragen van 1000, 2000, 3000 euro zijn natuurlijk van harte welkom, maar een tientje mag ook. Heel graag, ja. Wij vinden het heel belangrijk om een gratis festival neer te zetten, omdat niet iedereen het zich kan permitteren om naar een evenement te gaan, om een kaartje te kopen bijvoorbeeld. Maar als er mensen zijn die wat kunnen missen, heel graag, we hebben het heel hard nodig. Ja. Hoe kunnen mensen geld storten? We hebben onze website omgetoverd tot een soort actiepagina. Dus daar is precies op te vinden wat allemaal de mogelijkheden zijn. En daar loopt ook een tellertje mee, zodat je met je kunt zien wat de huidige stand is. En dat is www.bredabarst.nl. Daar vind je verder alle informatie. En elk tientje is van harte welkom. Komt er een editie 2018 van Breda Barst? Als het aan mij ligt, zeer zeker. Ja, absoluut. Ik wens jullie heel veel succes. Hartstikke bedankt. Breda Nu. Je weet het meteen.